vijfde editie van de Hackathon is vanmorgen van start gegaan. In het Telesuur opleidingscentrum aan de Anton Drachtenweg zullen de deelnemers proberen om binnen 24 uur een applicatie te ontwikkelen. Dit jaar is het thema Games of Gamification. De Hackathon is bedoeld om de deelnemers bij elkaar te brengen om interessante applicaties te ontwikkelen. Theo Boomsma van IT Core geeft aan dat tijdens deze jubileumeditie een lang gekoesterde wens in vervulling gaat, namelijk het bouwen van games. Ook het aantal participanten is toegenomen, zegt hij trots. We hebben een participatie die ongekend is. Volledig volgeboekt. Binnen 2,5 dag van de inschrijvingen waren we echt tot de nok volgeboekt. We hebben 51, we hadden het eigenlijk gecapt op 50, maar een van de deelnemers had door echt een ongelukkige samenhang, door een ongelukkig voorval was hij niet goed ingeschreven, heeft hij zijn inschrijving, hebben we hem nog een kans gegeven. Dus we zitten op 51 deelnemers, compleet vol geboekt. 10 teams. De teams zijn wat groter deze keer, want game development vraagt heel wat meer dan een simpele business app. Je moet goede graphics hebben, je moet animations hebben, je moet een fantastisch spel hebben met een goede plot. Dus we hebben zo goed gezegd, 6 deelnemers, geen probleem. Sommigen komen nog met een coach erbij om nog een 7e deelnemer te forceren. Maar een game in 24 uur is nearly impossible, maar een goede plot en een goede proto neerzetten is wel mogelijk. Boomsma zegt verder dat de jury van dit jaar bestaat uit winnaars van de vorige hackathons. Ook is er om buitenlandse assistentie gevraagd, omdat het ontwikkelen van games best nieuw is voor Suriname. We hebben daarom ook Games for Help Europe gevraagd, meteen, van kom ons ondersteunen. Want er is nog niet echt een game development sector in Suriname. We doen nog niet echt aan games. Er zijn wat jongens die enthousiast zijn over graphics en over animations en dat soort zaken. En we hebben dus al een mooie programmers community. Dus die twee zaken proberen te verenigen. En we gaan dus opletten op de game aspecten. Zaken als playability, hoe addictive is zo'n game, wat is de hoek van zo'n game. Daar zijn zij veel beter in gespecialiseerd als ik. Theo Boomsma van IT Core. De vijfde editie van de Hackathon is vanmorgen van start gegaan in het Telesuur Opleidingscentrum aan de Anton Drachtenweg.